Zie je al drie boekjes staan. Dat is logisch. Een Nederlands, een papiaments en een Engels voor Sint Maarten, Saba en Eustatius. Dit boekje is ook echt voor de kinderen. Denk nou niet, oh, ze moeten er heel voorzichtig mee omgaan en ze mogen er niet in schrijven, niks. Want dan heb ik het nog voor volgend jaar. Hoeft niet, volgend jaar komen er weer nieuwe. Niet dat we nieuwe helemaal maken. We laten deze nog even. Maar je kan er wel, je krijgt wel nieuwe. Waarom we dat belangrijk vinden, is omdat we namelijk willen dat kinderen heel erg na gaan denken. Over wat is herdenken? Waarom herdenk je? Wat is vrijheid? En er staan hier allemaal dingen in die ze in kunnen vullen. Daar begin ik ook mee. De leerlingen kunnen hier zelf mee aan de slag. Alleen, samen of in een groepje. Het boekje begint heel leuk. Schrijf niks in het boekje. Kleur niks in. Laat iemand anders niet in dit boekje schrijven. Teken niks in dit boekje. Laat dit boekje niet aan iemand anders zien. Zet geen strepen in de tekst. En geef geen antwoord op vragen uit het boekje. En dan staat er een sterretje bij en dan staat eronder, hou je niet aan deze regels. En dat betekent, het boekje is van jou. En nadat we onze koning hebben, de inhoud ga ik je zo vertellen. Staat al op bladzij 6-7. Het eerste stukje dat ze iets over hunzelf kunnen invullen en over een ander. En hier wordt een suggestie gegeven. Geef het mee naar huis. Laat het kind het zelf invullen. Geef het mee naar huis. Dan kunnen de ouderen dit invullen en zie de verschillen. Kijken de leerkrachten me allemaal benauwd aan. Boekje mee naar huis. Komt hij niet terug? Wil ik niet. Maar je kan ook iets anders verzinnen. Je kan bijvoorbeeld bij een kind het in laten vullen en jezelf het in laten vullen, die andere pagina. Of een andere leerkracht. Of twee verschillende kinderen. Of een andere juf of een meester op school. Snap je? Als je dat een beetje spannend vindt om dat mee naar huis te geven. Zo staan er in dit boekje heel veel oefeningen en opdrachten voor kinderen zelf. Ik ga je zo de symbolen laten zien. We hebben een oorlogswoordenlijst, want er staan natuurlijk heel veel moeilijke woorden in voor kinderen. Hè? Geallieerden. NSB'ers. Al hebben we het in papiermens vertaald, blijft het een moeilijk woord voor ze. Torpedo. Verzet. Kinderen worden in dit boekje uitgedaagd na te denken. Nadenken over vluchten. Op dit moment ook best wel actueel hier. Niet alleen maar in Nederland, maar hier ook. Realiseer je wat het betekent om te moeten vluchten? Wat zou jij doen? En ze worden uitgedaagd iets te gaan doen. Daar gaan we allemaal even naar kijken. Het boekje heet Denkboek. En dat woord denk komt van het woord herdenken. Toen dachten ze, dat is leuk, want je hebt herdenken. Wie herdenk je? Gaan we het zo over hebben. Vrijdenken, dat is met vrijheid. Bedenken, dan moet het kind zelf gaan bedenken. En een aandenken, dat is dit boekje. Daar maak je een aandenken voor jezelf. In het boekje zal je handjes tegenkomen. En dat betekent, bij deze opdracht kan je iets doen. Tekenen, schrijven, invullen. Een wolkje, een denkwolkje. Dat antwoord mag je opschrijven, maar hoeft niet. En dit is een hele belangrijke. Een rood handje. Dat staat voor een moeilijk woord. En als je dat woord niet kent, dan ren je naar de oorlogswoordenlijst. En daar staat bijvoorbeeld censuur. En wat betekent censuur? Het weglaten van tekst of afbeeldingen, omdat ze in een oorlog de vijand informatie zouden kunnen geven. Ik heb hier een pagina neergezet. Die komt uit jouw handleiding. Die staat achterin.
En er staat hier de Tweede Wereldoorlog. En daar staan allemaal tips hoe je daarover met de kinderen kan praten. En ik heb er twee uitgepakt. En dan hebben we het over je eerste les. Hè? Klassikale filosofie. Want dat is je basisles. De Tweede Wereldoorlog. En wat heb ik gedaan? Ik heb... En hij staat ook in die handleiding. Ik heb een filmpje gekozen van 7 minuten. In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij wilde met zijn Nationaal-Socialistische Partij niet alleen alle macht in Duitsland, maar ook heel Europa onderwerpen. In Hitlers ogen waren de Joden de schuld van alle ellende in Duitsland. Met hen wilde hij afrekenen. In 1938 organiseerden zijn aanhangers een massale aanval op de Joden in Duitsland. De Reichskristallnacht. En die link staat in je handleiding. Hè? Dat je dus de kinderen naar dit filmpje kan laten kijken. En dan in 7 minuten hen het verhaal vertelt van de Tweede Wereldoorlog. Want dat is eigenlijk je eerste les. Kinderen moeten weten, wat was die Tweede Wereldoorlog? En dan zit je vaak... dat het internet het niet goed doet. Dit filmpje staat ook op YouTube. Wat betekent het als een filmpje op YouTube staat dat je het kan downloaden? Als ik jonge kinderen heb en ik ga beginnen met geschiedenis, dan maak ik altijd een tijdlijn. En het allereerste wat ik met jonge kinderen doe, is een tijdlijn maken van henzelf. En wat betekent dat dan? Dan begin je bij het jongen of meisje van 1 jaar of 10. En dan maken ze een tijdlijn vanaf hun geboorte tot nu. En dat kunnen ze heel leuk doen met tekeningen, maar ook met foto's. Die ze bijvoorbeeld vragen thuis. Baby, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar. En waarom doe je dat? Waarom maak je zo'n tijdlijn? Omdat je kinderen dan het besef geeft... van nu en vroeger. Het allerleukste is, en doe het een keer, is om een tijdlijn van jezelf te maken. In dit boekje staat de tijdlijn. Op deze pagina. Volgende en nog één. Van het begin van de Tweede Wereldoorlog tot het einde. En bij deze tijdlijn in het boekje... staat niet alleen maar het Europese verhaal of het wereldverhaal, want we hebben natuurlijk bij Japan ook de nodige dingen gehad, maar ook de dingen die hier zijn gebeurd. Hier staat er alleen. 10 mei 1940, 127 Curaçaose inwoners met een Duits of Oostenrijk paspoort en 75 Duitse Arubanen worden gevangen gezet in een kamp op Bonaire. Dat kamp op Bonaire gaan we het straks nog over hebben. Ook, daar hebben we het rode handje. Ook, NSB'ers worden opgepakt en Duitse vrachtschepen worden in beslag genomen. En overal zie je tussendoor de verhalen wat hier gebeurd is. Op de Antillen wordt een systeem voor het verdelen van eten ingevoerd. De mensen hebben wel geld hier, maar er is weinig te koop. Britse troepen op Aruba en Curaçao worden vervangen door Amerikanen. Operatie Neuland. Duitse duikboten voeren een aanval uit op olietankers op Curaçao en Aruba. Dus deze tijdlijn, die beslaat 3 dubbele pagina's, kan je de kinderen laten lezen. In je handleiding staat op 2 pagina's het verhaal... over de Tweede Wereldoorlog in het Caribisch gebied. Dat is jouw kennis, jouw achtergrondinformatie. Ja? Lees dat voordat je natuurlijk met de kinderen aan de slag gaat hierover. 1 ding was essentieel. Er was olie hier.
en de vliegtuigen van de geallieerden, dus van de Nederlanders, de Amerikanen, die werden voortdurend getankt met olie van hier. En dat wilden de Duitsers niet. Dus daarom kwamen ze deze kant op. Ze wilden die olietankers bombarderen, zodat wij geen olie meer hadden om de vliegtuigen te kunnen laten vliegen. Nationaal Comité 4 en 5 mei maakt met School TV samen altijd filmpjes en die heette Jong in Oorlog. Waarom? Omdat als je een mensen het verhaal laat vertellen dat ze kind waren in de oorlog, spreekt dat kinderen van nu, die kijken het beste aan. Ach, hij was toen 12, dat ben ik nu ook. Ja? Mijn naam is Freddy Wanipa. Die keer kom ik samen met de taart in eerste klas met de team Seisanya. Mia ma Edith Loman, non ti chiamami Didi Loman. Mi romananto, la scuola sembra che ti chiamami Edith. Temporada di guerra con Holanda, mi tanti gestresani. Edith en Freddy wonen op Curaçao. Als je dus zeg maar de eerste groepsles of klassikale les heb gedaan over de Tweede Wereldoorlog. Ze gaan dan de tijdlijn lezen. Waar staat over de Tweede Wereldoorlog en wat er hier gebeurde. En je ziet dit filmpje. Dan kom je in het boekje en dat heet Het leven verandert. En het gaat over hier, het leven verandert. Wat er gebeurde met de olie. Wat er... Een verhaal over iemand die op de schepen werkte. Over het briefgeheim, want alle post van de naar de eilanden werd opengemaakt. Het verhaal van de soldaten op het eiland, de films en de feesten. Het kamp op Bonaire en de blackout. Hebben ze verteld, hè, dat alles donker moest zijn. Daar hebben we, over alles hebben wij een filmpje. We zijn nog niet helemaal klaar nu, van de week pas. Dus we hebben net een beetje pech. Maar ik zou je voorstellen om deze link wel even te fotograferen. We hebben het net over gehad in het begin over de kinderen die dus zoveel zelf kunnen doen in dit boekje. Dat dit boekje een aandenken voor hen werd. Want ze worden namelijk ook uitgedaagd iets te gaan doen. Zeker als ze die filmpjes hebben gezien, dan zie je dat de mensen op Curaçao heel erg veel gedaan hebben voor de mensen in Nederland. Heel erg veel. En daarom zegt ze tegen de kinderen, kan jij niet iets organiseren? Wat zou jij kunnen organiseren? Want in de oorlog werden in het Caribisch gebied veel feesten georganiseerd om geld in te zamelen. En bij rampen en andere doelen is ook heel veel geld nodig om mensen te helpen. Stel je voor, jij mag een feest organiseren om geld in te zamelen. Wat ga je doen? Nou, dat kunnen ze dan hier invullen. Want de mensen in Nederland hadden heel erg behoefte aan warme spullen. Aan warme truien en dekens. Die hadden ze hier niet. Dat is niet zo raar, hè? Maar wat zijn ze gaan doen hier? Ze zijn gaan breien. Ze zijn allemaal gaan breien. En ze zijn allemaal truien en dekens gaan breien en die zijn allemaal naar Nederland verstuurd. Ze zijn gaan dansen, gaan sporten, geld opgehaald. Allerlei activiteiten. Al dat geld werd naar Nederland gebracht. Het geld brachten ze naar een fonds dat werd opgericht. Het Prins Bernhard Fonds bestaat nu nog. Zilverpapier werd gespaard. Vroeger had je melk in glazen flessen zitten, met een zilver dopje bovenop. En die zilveren doppen, die werden gespaard. En dat werd ook ingezameld. Loterijen. En van dat geld konden er vliegtuigen gekocht worden. Er is een monument hier
Die is gegeven als dank voor alle hulp. Breien hebben we het al over gehad. Dekens, sjaals, truien. Kistenvol gingen naar Nederland. En er werd veel geld gegeven. Dat is voor kinderen fantastisch om te lezen. En vandaar, wat zou jij kunnen doen? Er staan nog 4 thema's in het boekje. Vervolging. Gaan we nu doen. Dan komt de verzet. En herdenken en vrijheid. Door vervolging ga ik vrij snel even doorheen. Hoewel het natuurlijk verschrikkelijk was, want daar was de oorlog om. Je ziet hier een tijdlijn. Ook weer een tijdlijn. Want de Joodse mensen, maar ook de Zigeuner mensen en mensen met een andere seksuele geaardheid, werden eerst uitgesloten. Je mag niet naar de film, je mag niet naar het zwembad, je mag niet in de tram. Daarna werden ze vervolgd, moesten ze onderduiken. Heel bekend verhaal is natuurlijk het verhaal van Anne Frank. En waarom slaat dat ook zo aan? Omdat het een jong meisje was van 12, 13 jaar die een dagboek had bijgehouden. En waarin zij al haar dromen, zij had in haar dagboek heel veel dromen geschreven wat ze wilde. En daarom zeggen we tegen de kinderen weer, waar droom jij over? De vervolging, wie werden er vervolgd en hoe ging dat proces? Je wordt uitgesloten, je wordt vervolgd en je wordt vermoord. Ja. Denk je, de kinderen zouden graag daar een presentatie over willen geven of meer van willen weten? Kan je altijd naar de site ook nog gaan van Anne Frank. Jullie absolute grootste held is George Maduro. En Boy Ekeru, Naruba. Van allebei staat in het boekje een stripverhaal. En sommigen willen weer heel graag met de kinderen extra veel doen over Maduro. Op deze site staat het hele verhaal van George Maduro in beeld. George Maduro is opgegroeid hier op Curaçao. Een vrij welgestelde familie. En is op een gegeven moment naar school gegaan in Nederland. Hier staat het hele verhaal. Scroll je zo doorheen. Maar prachtig getekend. En George Maduro is in het verzet gegaan. En die heeft een heldendaad verricht. Hier. Bij Villa Dorpaal. En op een gegeven moment heeft hij gedaan alsof hij daar het idee wekte of hij daar met een heel leger aankwam. Maar ze kwamen maar met een paar, waardoor de Duitsers wegvluchten. Dat was natuurlijk fantastisch. Maar hij heeft nog meer mooie dingen gedaan. Op een gegeven moment zat hij vast. En zijn ouders zeiden, kom terug naar Curaçao. Dat kon. Hij heeft het niet gedaan. Hij is in het verzet gebleven. Toen hij gevangen zat, had hij ook de mogelijkheid om weg te gaan. Maar hij wilde zijn vrienden niet in de steek laten. En hij is daar tenslotte zelf gestorven en ziek geworden en gestorven. Als je met kinderen, en dat staat ook in het boekje dan, praat over, vind je hem een held? En wanneer ben je dan een held? Wat zou jij durven? Of waar ben je bang voor? Dat is natuurlijk een prachtig verhaal. We hebben gehad, ik herhaal steeds, Tweede Wereldoorlog in de Cariben. Vervolging. Verzet. Het thema van dit jaar is ook verzet. En dan komen we bij herdenken. Dan ben je aangeland op 4 mei ongeveer. Want ook hier is een herdenking. 'S Morgens om 9:00. Ja? Misschien kan je met de kinderen eens praten over herdenken. Wat is dat eigenlijk? Staat daar. Wat is herdenken? Waarom herdenken we? Herdenk jij iemand? Waarom herdenk je diegene?
Hoe herdenk je? Bij 4 mei gebruik je vaak rituelen. Je bent stil, 2 minuten, de vlag hangt half stok, er wordt een krans gelegd. Maar je kan ook met de kinderen een herdenking organiseren. En welke rituelen gaan we dan gebruiken? Hoe gaan we dat dan doen? En wie gaan wij herdenken? Een pagina over, daar heb je het weer, kinderen worden uitgedaagd na te denken. Hoe denken jullie over herdenken? Dit kan je met z'n tweeën invullen. De ene is de rode pijl, de andere is de blauwe pijl. Oorlog herdenken is belangrijker dan vrijheid vieren. Nou, ik denk dan, ik vind het allebei belangrijk, dus ik zou mijn rode pijltje in het midden zetten. Maar misschien ben jij het blauwe pijltje en dan zeg je, vind ik niet waar, zet je hem hier. Dan zie je het verschil dat mensen verschillend denken. En wat is het fijn dat we in vrijheid leven en daar verschillend over mogen denken. En dan komen we aan. Het einde, 5 mei. Vrijheid vieren. Wat is vrijheid? Ik heb daarboven staan, draag geen oranje trui. Dat is een pagina in dit boekje. En de mensen van het VSBO, die zeiden al, dit is voor ons best een interessante pagina. Draag geen oranje trui. En wat staat hier? Ik ben het niet eens met de bezetting. Daarom heb ik mijn oranje trui aangetrokken. Maar daar heb ik nu heel veel spijt van. Want Duitse soldaten pakten me op. En pas na een hele dag in de cel mocht ik gaan. En hier staat een stukje over vrijheid. En dat wordt gelinkt aan de democratische rechtsstaat. Wat is democratie? Wanneer leef je in een democratie? En hier staan dan in het boekje de verschillen. Ja? Wat is het als je er wel in een democratische rechtsstaat leeft en wat als het niet is? Maar Roosevelt, 4 vrijheden. Verklaring van de rechten van de mens. Als je het onderwerp mensenrechten hier wil behandelen, heeft met vrijheid te maken, dan kan je op de link van SchoolTV, video, het klokhuis, mensenrechten. Er staat een prachtig filmpje over mensenrechten. Maar je kan met kinderen ook over vrijheid praten. Hoe denken jullie over vrijheid? Kunnen ze het weer invullen? Want wat is vrijheid? Waarom vluchten mensen? En als jij vlucht, wat zou je meenemen? Dat staat er allemaal in.